Ja, enorme verbazing. Ja. Onbegrip ook. Ja, dat was het bij mij. Toen ik zat te kijken naar het Wilhelmus, het Nederlands elftal. En dan zie je die Hartman. En ik ben een Feyenoorder, beste mensen. Ja, en ik vind het dan leuk als een Feyenoorder in de basis staat bij Oranje. Maar dan zit ik naar die jongen te kijken en dan denk ik, wat is er in dat hoofd omgegaan? Met welke gedachten sta je daar nou? Dan mag je op het allerhoogste niveau mag je meedoen. Hè? Ja. En dan mag je Nederland vertegenwoordigen. Ja. Bij het Nederlands elftal. En het Nederlands elftal, vrienden, dat is het allerbelangrijkste uithangbord. Allerbelangrijkste visitekaartje van Nederland. En dan mag je dan staan bij het Wilhelmus. En dan besluit je daar gewoon een heleboel kauwgom in je mond te doen. En dan ga je daar een beetje zo te kauwen de hele tijd. Zo. Welke gedachten heb je dan? Hoe kan dat nou, dat soort dingen? Vrienden, dat... En dan zeggen ze in Rotterdam, dat kan er dan schelen, joh. Laat toch gaan, maak het nou toch uit. Hij heeft toch een geweldige wedstrijd gespeeld. Ja, dat heeft hij ook. En het is ook zo. Maar dat kan niet. Het is zo respectloos allemaal. En dat, ja, nee. Nee. Je denkt toch niet dat je in Italië, dat als je daar staat en het Italiaanse volkslied wordt gespeeld. En al die spelers, die zingen allemaal. Helemaal vanuit hun elke vezel en vanuit hun hart zingen ze het volkslied mee. Dat jij daar dan een beetje kan gaan staan kauwen. Dan speel je echt nooit meer in het Italiaanse elftal. Nee. En weet je nog, met Depay. En dat voorbeeld geef ik, want Ronald Koeman is nu weer de bondscoach. De paai die ging raar doen met sjaaltjes en met een hoedjes op en weet je, al die gekkigheid. Kan je het nog herinneren? Ja. Die ging zich gedragen als een soort filmster. En Koeman zei, daar ga je heel gauw mee ophouden. En anders speel je nooit meer in het Nederlands elftal. Goed onthouden. Je wordt nooit meer geselecteerd. En vrienden, ik kan je verzekeren dat... Hij heeft ook die kauwende Hartman gezien. En die krijgt een toespraak nu. En die heeft hij al gehad. Van Ronald Koeman. En die heeft hem precies hetzelfde gezegd. Die heeft tegen Hartman gezegd. Luister, als je dat nog één keer doet. Speel je nooit meer voor mij. Nooit meer. Dus maandag gaan we dat zeker niet meer zien.